Zo in deze video een overzicht van de opties die we aangevinkt hebben bij de bestelling van deze Fiat Ducato. En we hebben die besteld met een 80 hoofd dat we die ooit wel zouden ombouwen. Dus het is nu een lichte vracht. Maar we gaan die ooit ombouwen tot camper. Dus de meeste opties zijn met die gedachte aangevinkt. Nu let wel, ik ben zeker geen expert, dat is mijn eerste project. Er zijn op fora online, zoals zwerfauto.be, zijn er veel meer mensen die al echt ook omgebouwd hebben, die dus veel correctere informatie kunnen leveren dan mij. Het is echt gewoon een opleisting. Ik zal de video ook afsluiten met een aantal opties waarvan ik nu al weet dat ik die eigenlijk, moest ik het opnieuw zou moeten doen of kunnen doen, dat ik die anders zou bestellen. Ik heb ook een lijstje mee om te spieken. Eigenlijk qua deur, dus eerst en vooral het formaat is een lengte 3, hoogte 2. Dat betekent dat de afstand van de carrosserie van daar tot daar dus eigenlijk net onder de 6 meter blijft. We hebben ook wel als optie een trekhaak. Dus als je daar fietsen op plaatst, ben je al langer dan 6 meter, wat zo de grens is voor veerboten en dergelijke. Verder hebben we een enkele schuifdeur. Daar. En een dubbele achterdeur achteraan met getinte ramen. Van die getinte ramen zijn we heel tevreden. Dus de afneembare trekhaak waar ik van sprak. De kleur, we hebben deze metaalkleur gekozen puur omdat we die wel mooi vonden. Maar daar kom ik in de bedenkingen of de zaken die ik achteraf anders zou bestellen nog wel op terug. We hebben ook mistlampen gekozen voor de veiligheid, zitten daar van onder. Standaard zit er trouwens een reservewiel onder, dus dat hoef je niet aan te vinken bij de opties. Binnenin was er op dat moment een actie. Waardoor dat we konden de achteruitrijcamera, de GPS, radio, airco en ook cruise control als extra bestellen voor 25 euro. Meerprijs, dat hebben we ook meteen gedaan. Achteruitrijcamera zie je hier. GPS kom ik ook nog op terug bij de opties die ik zou veranderen. Dus daar zit een achteruitrijcamera. Heel handig, omdat je niet alleen ook ziet wat dat erachter u staat, maar je krijgt ook lijnen te zien. Waardoor je een beter beeld krijgt van wat eigenlijk de richting is waar je naartoe rijdt met de kabinet. Dan hebben we nog een sterkere batterij en een sterkere alternator. Bij de alternator stond er 200 ampère. Ik vermoed dat een zwaardere alternator ook een meer verbruik met zich meebrengt. Want je kunt natuurlijk niet die stroom uit het niets opwekken. Maar dus die optie hebben we ook aangevinkt. De vooruit beter is warmtewerend, athermisch noemen ze dat. We hebben een 150 liter brandstoftank. We hebben een dubbele passagierszetel, dus dat is die dubbele bank. En dan de enkele bank en als scheidingswand hebben we de standaard wat dat metalen rek is, achter die gordijntjes. Qua indeling binnenin hebben we, die was volledig kaal, dus niks van bekleding van de laadruimte. We hebben wel nog een soort extra verwarming van de laadruimte en dat zit eigenlijk onder de bestuurderszetel. En dat is echt gewoon zo'n warmte-element en een ventilator. En daarbij heb ik al... er was ook nog een optie. Maar ik weet eerlijk gezegd niet goed wat dat inhoudt. Opbergruimte onder het dak. Ik weet niet wat dat dan... Die opbergruimte daar is. Of die. Ik denk niet dat dat over deze gaat, want die krijg je sowieso. Omdat die cabine daarin geplaatst is. En uw dak is hoger dan die cabine. Dus ik vermoed dat dat die opbergruimte is. Maar het heeft sowieso weinig meerwaarde. Het is echt miniem. En grotere dingen schuiven er ook uit. Dus dat zou ik al niet aanvinken. En dat brengt ons eigenlijk bij de opties die ik dus niet meer zou aanvinken moest ik de camper of beter de bestelbus opnieuw bestellen. Eerst en vooral de GPS. Nu, in dit geval was dat wel een optie van 25 euro. Dus samen met de achteruitrijcamera. En de achteruitrijcamera zou ik wel bestellen. Maar de GPS is waardeloos. Die verliest vaak zijn positie. Waardoor de berekening totaal niet meer klopt dat je eigenlijk opnieuw moet beginnen. Dus de GPS zou ik niet meer bestellen. Ik zou sowieso voor een lengte 2 gaan in plaats van een lengte 3, denk ik. Omdat de lengte 3 met 6 meter is eigenlijk een langere wielbasis dan de lengte 2. Dus dat maakt dat je minder krappe bochten kunt nemen en minder gemakkelijk kunt keren in straat bijvoorbeeld. Maar ook voor het vinden van parkeerplaatsen en zo is de lengte 3 eigenlijk wel net iets te veel van het goede. En wij gaan graag naar de bergen waar je dan kleine kronkelbaantjes hebt. En daar merk je wel dat je met lang voertuig onderweg bent. De kleur zouden we waarschijnlijk ook anders doen. Deze kleur hebben we gewoon gekozen omdat we die mooi vonden. Maar eigenlijk is het beter voor de warmte. Nu ik moet wel zeggen,
We hebben geen problemen gehad met warmte. Alles is van binnen geïsoleerd met reflecterend materiaal. Maar toch alle beetjes helpen. Die verwarming onder de laadruimte waar ik van sprak, die zou ik onder de bestuurderszetel, dus voor de laadruimte, die zou ik ook niet opnieuw bestaan. We hebben die nog niet gebruikt. Maar dat stelt heel weinig voor. En dan, je hebt ook een daytime running lights. Dat zijn strips die hier zitten, LED strips. Die vind ik wel mooi. Die zou ik in het vervolg wel bestellen. Qua motor hebben we de 130 pk versie genomen, meer dan voldoende. Hij rijdt met gemak 130 en meer. En ook in de bergen lukt het allemaal. Zodat een overzicht, hopelijk was dat toch nuttig. Dat zijn de namen van onze honden.